Wat ik hier heel interessant vind, is de kleuren tegenover elkaar. Je hebt zo dat goud hier en zo die hele zachte kleuren in de zaal vind ik vrij interessant. Kleur is eigenlijk de basis van mijn werk, want ik begin altijd met, ik heb allemaal dozen met kleuren in en dan begin ik hier op mijn bank alles uit te leggen. Begin te schuiven, dingen bij te doen, weg te doen. En aan de hand van de kleuren dat ik selecteer, beginnen de motieven ook in mijn hoofd een rol te spelen. Want sommige motieven benadrukken kleur en andere steken kleur weg. Dus aan de hand daarvan, dus kleur is echt wel de basis voor mij. Moest ik bijvoorbeeld een sjaal moeten maken op basis van deze zaal hier, ik zou denk ik hier een stuk uitnemen. En ik zou beginnen kleuren selecteren, dus ik denk zeker al witte en rode, rozen. Ik zie daar zo een accent groen, zeker goud, maar gereduceerd. Dus ja, ik zie al van alles voor mij. Hoe ervaren mensen mijn werk? Je hebt twee groepen, mensen die er heel erg fan van zijn en mensen die het niet zien zitten. Ik denk dat de eerste vooral aangetrokken zijn door het feit dat er heel veel in gebeurt. Er zit heel veel kleur in, er zit heel veel motief in, want ik probeer altijd een beetje contrast te steken en het boeiend te houden en interessant, dat niet alles vlak en één kleur. Maar het is natuurlijk niet gemakkelijk en dan merk je dat andere mensen daar moeite mee hebben. Die vinden dat het te veel is of te overdreven kleurrijk of te wild zelfs een beetje. Maar andere mensen zien dat verhaal daar wel in dat ik probeer te vertellen. Als ik hier binnenkom is het gebouw op zich, de indeling ervan altijd, dat was ook zo in de gotische zaal, zo die gestreeptheid was daar ook zo. Je hebt zo die indeling, je hebt iets grafisch, dan heb je meer verhalen en veel fijner. Dan gaat dat terug naar boven en zie ik weer allemaal. Dus voor mij is dat op zich al een wevenwerk aan het worden in mijn hoofd. Zelfs hoe dat de tegels, dus de strepen in de vloer. Maar als ik dan echt kijk, vind ik de kleuren zijn ze ook weer heel erg typisch. Zo dat groen en dat blauw. Dus het is heel veel, hè. Mijn werk verschilt van het machinale in eigenlijk kleine dingen, maar die voor mijn werk wel belangrijk zijn. Dat is dat ik soms mijn ketting opsplits en kleine gaatjes maak of draadjes inleed die er in het begin niet in zaten. Of dat ik in een sjaal meestal op het einde ook een ketting splits en dat kunnen ze normaal gezien niet. In grote weverijen, dan is dat gewoon aan één stuk door, ketting doorweven. En dat vind ik ook wel heel belangrijk, omdat dat op zich allemaal pionieks worden. In die zin dat er altijd die kleine verrassing in zit die je in machinaal geweven werk nooit had durven vinden.